Het bleef om het uur, moest hij spugen en op een gegeven moment werd het om het half uur, om het kwartier. Ik denk, nou, dit is niet goed. Nou, eigenlijk gebeurde het in de nacht bij hem. Toen was ik al helemaal boos. Ik dacht, oh, heb je te veel gedronken? Ik wou of het schuim zeg maar in mijn keel stond. Ik moest gelijk naar de wc en ja, alles kwam eruit. Ik heb me nog nooit zo ziek gevoeld. Bij bejaarden kan het leiden tot bloedvergiftigingen, hersenvliesontstekingen. Bij kleine kinderen kunnen sommige infecties leiden tot bijvoorbeeld nierfalen. Hartstikke ziek, we hebben voedselvergiftiging opgelopen. Dat is bij jullie gebeurd, want ik heb voor het laatst bij jullie gegeten. Hun schoven dat een beetje af, zo van, dat niet van hun kon komen, want hun werkte met verse producten. Ik denk dat ik ongeveer een maand daarna pas bericht terugkreeg dat hun daar langs zijn geweest met een groep en dat ze niks hebben gevonden. Ja, als jij 3 weken later gaat controleren, ja, dan zou ik ook alles voor elkaar hebben. Ga je er nog een keer uit eten? Nee, nooit meer weer. En ik raad het ook iedereen af.